concert van maan. En na bijna 2 jaar hebben we daar echt super veel zin in. Hoi, leuk dat je kijkt. Mag ik ook? Nee. Naar een nieuwe video. Het is, wat is het? Donderdag. Ik ben met mijn zusjes in Groningen. Want wij gaan zo naar een concert van maan. En na bijna 2 jaar hebben we daar echt super veel zin in. We kunnen het over de drankverslaving van mijn zusje. Toch niet kunnen wijn. Nee. Wijntje hier, wijntje daar. Het leven van een student. Ik ben een student geweest, dus dat kan ik niet zeggen. Sneu. Goedemorgen, het is vrijdag. Het was gisteren zo gezellig. Mijn zusjes die slapen nog. Ik ben net naar de winkel geweest en ik heb ontbijt gehad. En ik dacht, ik ga gewoon naar huis. Ik heb niet eens gekeken hoe later een bus terug gaat. Alle drie de kindjes zijn bij oma en ik wil gewoon graag weer terug. Dus dan maar lekker op tijd naar huis. Oké, weer uit de bus. Vind ik zo lekker. Gewoon heel eventjes met de bus. Dat was stom een mondkapje, maar heerlijk gewoon naar het raam gluren. Maar het heeft dus geregend en de grond is nat, logisch. Maar er zit een gat in mijn schoen. En ik zoek al, nou ik denk 3 weken nieuwe schoenen van deze. Maar ik kan ze dus niet vinden, die heel speciaal zijn, maar mijn maat is er niet meer. Dus vet balen. Ik moet straks echt de stad in om schoenen te kopen, want alles is doorweekt. Echt zo goor. Maar ja. En ik heb net vet hard meteen gestoten. En het zal me niks verbazen als dat tentje naast mijn dikke teen gebroken is. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. En er wordt anders alleen maar ingetaped. Maar ik wilde de trap oplopen. En blijkbaar was de laatste traptrede wat hoger. En het was donker. Dus ik trap daar zo vol tegenaan. Tegen zo'n metalen plaatje. Bloeden. Want meteen ging kapot. Maar de pijn trekt nu helemaal door naar mijn knie. Dus ik denk niet dat dat heel goed is. Oh jongen, ik ben zo kneus. Maar ja, dat is niks nieuws. Ik had tosti met kaas. Tosti met kaas? Oké. Okay. Wat is dat? Ja. Krokodil. Zachtjes joh. Dan moet je hier de neerzetten. Nee, de Oh ja. Dat is de kop. En dan de Wij zijn inmiddels al lang weer thuis, maar de batterij van mijn camera was leeg natuurlijk. Zo goed voorbereid persoon ben ik. Gisteren stapte ik in de bus en toen dacht ik, shit, ik heb geen mondkapje. Toen had ik heel veel geluk dat ik nog een mondkapje in mijn jas had, want die had ik in de... Ik ging vorige week met Nelly naar de huisarts en toen heb ik hem erin gestopt. Maar vervolgens had iemand daar een mondkapje op, dus dat heb ik toen ook niet gedaan. Dus geluk dat ik die in mijn jaszak had gedaan. Vervolgens had ik mijn OV niet opgeladen, maar dat bedacht ik me pas toen ik de bus in wou stappen. Dus gelukkig stond er nog genoeg geld op mijn OV. Ja, zo'n goed voorbereid persoon ben ik dus. Maar... Wat gebeurt er in deze stem? Maar ja, wij hebben geluncht met Maaike in de stad. En daar gingen we op zoek naar schoenen. Ik vond geen schoenen. Toen wilden we naar de Bristol, maar blijkbaar is er in Assen helemaal geen Bristol meer. Maar ik had K3 kleren nodig om even de kinderen te passen, omdat ik echt niet weet wat voor maat ze hebben. Want volgende week gaan we naar K3. Vond ik leuk als ze even wat K3 kleren hadden. Maar er was geen Bristol meer, dus ik heb net online jurkjes gekocht. Ik zit hier met mijn dikke poot. Hier, maar wat zit mijn been ook? Ja, meteen doet echt verrekte zeer. Wie gaat er dan ook zoveel lopen? Alleen hij bonkt. En als ik hem aanraak, op aarde. Maar ik weet niet wat ik mee moet doen. Ik moet morgen werken, dus ik denk dat ik maar moet intapen of zo. Ja, veel te veel gedaan ook natuurlijk. Superdom. Maar ja, wij hadden een gezellige dag. Gezellige ochtend, gezellige middag. En de avond...
was iedereen moe. Dus dat was een beetje hectisch, maar nu is het bedtijd. We hebben een pakketje ontvangen van Painting Express. Wij gaan schilderen op nummer. Selina houdt van creatief bezig zijn. Dus ik dacht, ik laat Selina een schilderij uitzoeken. En dan gaan we die samen maken. Die gaan we maar over open. Yeah. Oeh. Oeh. Oh, die is echt heel overrood. Ja. Helemaal draait. Helemaal draait. Oh, allemaal schuifertjes. Ja. Ja, hier zit allemaal verf in. En de kwasten en het spul om op te hangen zit hierin. En aan deze kant. Het is een vlinder. Wauw. Ja, is die mooi? Oké. Dan gaan we hem openmaken. Mooi. Maar het is handig als alles erin zit, want dan hoeven we verder niks meer te pakken. Ja. Zie je het? Weet je wat nou zo makkelijk is? Ja. Omdat jij de cijfers ook kan zien. Ja. Kijk, hier staan allemaal cijfertjes op. Ja. 1 tot en met 32 lijkt het. En hier heb je dan ook cijfers op deze dingen staan. En dan zie je hier bijvoorbeeld nummer 26. Mooi. Dan moet je nummer 26 hier opzoeken en die in die kleur verven. Ja. Kijk, hier nog meer. Ik weet het ook niet. Nummer 22 is roze. Nummer 22? Ja. Mooi, 22. Mooi, hè? Bij jou, hè? Lukt het? Ja. Hier kan je heel goed je best op doen. Dan kun je heel lang mee bezig zijn. Waar wil je hem ophangen? Op mijn kamer. Op je nieuwe kamer straks? Als die af is? Ja. Ik wil mijn kamer. Wil je jouw schilderij ook op jouw kamer? Ja. Ja, dat is goed. Goedemorgen. Het is dinsdagochtend. En wij zijn klaar om naar school te gaan. Die kinderen zijn zo druk. Waar ze dat vandaan halen? Ik heb geen idee. Zullen we jouw tas nog even onder in de kinderwagen doen? Ja. Oké. Tas onder in de kinderwagen. Tuurlijk, valt het lekker uit. Oké. Klaar voor school? Ja. Top. Let's go. Ik heb een hele goede reden om een nieuwe jas te kopen sowieso. Deze jas heb ik net gekocht nadat Selina geboren is. Maar ik heb dus iets met de rits verkeerd gedaan. En nu wil die rits dus... nergens meer één. Ja, één gaatje of zo. Vet gek. Maar goed, ik had nog een reden voor de nieuwe. Nu helemaal, want hij wil dus niet meer uit. Oh! Nee, hij gaat echt niet uit. Of nou, hij wil uit, dan trek ik hem gewoon uit. Maar dan wil hij niet meer aan. Hallo? Op, kom. Ga ik spelen. Je trekt alles omver. Je bent gevaarlijk. Net als die planten, hè? Die wordt ook steeds omgetrokken. Mama. Daar is het. Ben je het? Ja. Je moet spelen met je planten. Daar niet als ik juist in mee. Ik kijk dat van. Oh. Oh, zo lekker dit geknoeien van jou. Het is zo lekker dit geknoeien van jou. Ik ben echt al een week lang 's ochtends zo misselijk. Ik had vorige maand een hele lange cyclus. Volgens mij was het 46 dagen. Nu was mijn cyclus 34. Dus er is verder niks aan de hand. Maar omdat het zo wel is en ik ben zo moe. Ik weet niet wat mijn lichaam aan het doen is. Iedereen is wel ziek. Dus misschien is mijn lichaam aan het voorbereiden op ziek zijn. Of gewoon net niet ziek worden of zo. Dat is mijn oorbel. Even voorzichtig doen. Ik heb in ieder geval daar wel een zeehondje, hoor ik. Oh, nep hoor. Oh, ik wil jou zo graag knuffelen. Wil je ook met ons knuffelen? Oh, knuffel, knuffel, knuffel. Wil je het boek hebben? Ja, ga maar pakken. Ga nou maar achteraan. Oeh. Jee. Gelukt. Wil je boekje lezen? Vind je boek ook al zo leuk?
kan hoor. Oh, nee, we gaan verder. Kijk eens, mama, roept de kleine beer. Ik heb Amelie in bed gelegd. En Annelie en ik zijn allebei onder een kleedje op de bank gaan liggen. Nalin gaat een film kijken en ik wil gewoon even mijn ogen dicht. Ik kan vast niet slapen, maar gewoon heerlijk lekker niks doen. Ik heb gisteravond alles gedaan. Zodat ik vandaag met jou heel veel hoef te doen. Ik was voorbereid op zo'n dag. Niks doen, niks willen, alleen maar chagrijnig voelen. Die mogen er ook zijn, alleen hier gezellig. Is niet anders. Ga je lekker? Ik heb Amelie om 9:30 op bed gedaan. En toen heeft Nolan nog heel lang gespeeld en een film gekeken. En mijn haar gedaan, zoals te zien is. En nu is het al 12:30. En we worden nu pas wakker. Oeps. Had je zo lekker geslapen? Ja. Ja, wij allemaal hè. Dan kunnen we nu eindelijk... Oh, dan gaan ze al de K3 jurken passen. Iets. Een verkeersdiploma. Weet je al zo goed alles uit het verkeer met opletten? Ja. Top hè? Dan kan ik deze altijd meenemen en kijken of het als je moet wachten. Wat de regels zijn bedoel je? Ja. Deze mag ik altijd houden. Ja, staat jouw naam op. Ja, Willy, mijn pap is nog even aan het bouwen. Jij kan nog pas wel spelen, mijn pap is nog even aan het bouwen. Ik denk dat ik het 2 keer goed heb gedaan. Ja, wij hebben hier bij zwemles zo'n systeem dat je... dit was haar eerste les in badje 3. Dat was vorige week. En dan heb je dus wat rode vlaggetjes en allemaal oranje omdat je moet leren. En dan kun je hier dus op klikken met wat het betekent. Dat komt dan daarbovenin te staan. En nu, de tweede zwemles, zie je al hoe snel dat vooruit gaat. Hoe snel ze iets leren. En dat is zo leuk om te zien. Heb je lekker gezongen? Ja. Mooi. Maar zo kun je dus zien wat ze snel leren. Aan de ene kant vind ik dat een systeem van niks. Want weet je, rode vlaggetjes, groene vlaggetjes en oranje vlaggetjes. Ze doen altijd hun best. Dus als je dan rode vlaggetjes krijgt. Aan de andere kant, ze kunnen wel meteen leren en zien wat ze nog niet goed kunnen. Wat ze heel veel moeten oefenen. Dus ja. We hebben best wel lang over de eerste badjes gedaan. Maar volgens mij gaat het nu steeds beter. Nu ze het een beetje onder de knie heeft. Vind je het ook leuk nu, zwemles? Ja? Zeker weten? Ja, top. We gaan door. Op naar je zwemdiploma. Het duurt nog even, maar vast hebben we hem over een jaar wel, toch? Ja. Oh. Hallo? Ja, heleboel zand. Wij zijn naar het bos. De zandvlakte gelopen. Heerlijk als je eruit. Binnen is het een bende. Maar dat ruim je straks wel op. Dat komt wel als Amelie straks aan het slapen is. Amelie trekt echt alles overhoop. Dus ik heb maar gewoon die stoeltjes zo en de tafel tegenaan. Anders dan de tafel gaat niet zo makkelijk komen. Die stoeltjes die klappen steeds op haar hoofd. Daar mag ik helemaal niet om lachen. Maar zo is het maar veiliger. Ik heb eindelijk mijn schoenen gevonden die ik zocht. En die ik heel graag weer wilde hebben. Omdat ik zeker wist dat ze lekker lopen. Maar ze hebben de dubbele veters in. Die moeten er even uit. Blij mee. Jammer, je kan het niet zien. Ik maakte even foto's. Van Nolin, om te kijken wat voor plekje mooi was met het licht voor Amelie verjaardagsfoto's. Want ik wil een beetje herfstige foto's maken, maar het is zo mooi licht. Maar je kan het zo niet goed zien. Zo mooi. Nee. Heel bruin. En ik heb het niet eens bewerkt of zo. Dit is zo heerlijk weer. Dus ik kan lekker even de was nog buiten ophangen. Even snel een pyjama wasje. Dan zijn die weer fris. We hebben een wasmiddel van mijn schoonmoeder gekregen. Het ruikt zo lekker. Zij gebruikt het niet. Ik weet niet waarom. Volgens mij gebruikt ze dan poeder of zo. Maar hij ruikt zo lekker. Wel super sterk. Maar soms voor een wasje vind ik het echt zo lekker. Even als het dan buiten hangt. Hij is bijna leeg. Maar dat is dus deze. Hij ruikt echt best intens. Maar toch is hij ook echt heel erg lekker. Je hele huis ruikt ernaar als je hiermee gewassen hebt.
is dit toch ster. Die verdient toch niet de schoonheidsprijs hoor. Maar ik ben wel een schatje. Kijk. Oep. Elk jaar bouwt Sterre rond de herfst een nestje van haar haren die uitvallen. Of nou ja, dan plukt ze eruit. Samen met haar stro en hooi in het hok. En dan plukt ze zichzelf dus helemaal kaal. Voor haar nieuwe wintervacht denk ik. Maar verdient niet de schoonheidsprijs, hè, schat. Amélie en Nolan die mochten 3 weken geleden weer shooten voor een heel leuk babymerk. En dit keer mocht ik er ook bij op, omdat het om een badje ging waar Amélie dan in zat. Nolan erbij stond met een nieuwe badcape van de collectie. En ik moest er natuurlijk bij staan voor de veiligheid. En toen dacht ik, nou doe ik daar nog even mijn haar leuk. Uiteindelijk was ik daar en dan is het super druk. En toen heb ik mijn haar dus gewoon in een knoet gelaten. En het zat wel ietsje beter dan wat ik nu hier heb. Want ik had niet al dat pluis en zo. Maar hierachter pluisde het wel. En ik had dus gewoon een simpele knoet in. Dus dat vond ik wel jammer aan de foto's. Aan de ene kant, je bent een moeder. Dus als je kind in bad doet, ga je er echt niet super mooi met je haar gekruld en alles bij staan. Dus eigenlijk is het gewoon een real life foto. Aan de andere kant, het verschijnt natuurlijk overal op social media. En in hun advertentie of de productfoto's. Daar kom je natuurlijk overal voorbij. Dus dan is het ook wel weer jammer dat ik eventjes niet heel veel aan mezelf had kunnen doen. Maar er gewoon uitzag als echt mezelf eigenlijk. Maar verder zijn de foto's vet leuk geworden. Mij kunnen ze dan misschien beter niet gebruiken erbij op. Maar Nolan en Amélie stonden er super schattig op. Ik kan wel eventjes een beetje laten zien. Ik heb wel geknapt. Ik geknipt in een foto, want ik kan natuurlijk niet te veel laten zien. Maar gewoon die kopjes. Zo schattig. Kijk nou, hier zit Nolan mega schattig. Ze is Amélie haar haar in aan het kammen. Ja, ik kan dan net Amélie nog even niet laten zien, want die zit op de nieuwe collectie. En hier even Amélie van heel dichtbij. Hier ligt ze op een heel groot hydrofieldoek, denk ik. Maar die ligt hier helemaal onder en dat heeft een nieuwe printje. Dus ik laat ze alleen even dit losse zien. Hoe lief. Echt zo schattig. En hier sta ik. En dit bedoelde ik met mijn pluishaar. Kijk, ik heb hier dus allemaal nieuwe haren. Maar ja, dat hoort gewoon bij een lichaam na ontzwangeren. Of tijdens ontzwangeren zelfs nog. En hier ook. Allemaal pluis. En gewoon, ja, een knoet. Zoals ik ben, eigenlijk dat wel. Het is ook niet anders. De foto's zijn al gemaakt. En uiteindelijk zijn ze eigenlijk hartstikke leuk geworden met z'n allen. Maar dat zit dan echtjes gewoon in mijn hoofd. Dat ik zo zanik. Dat hoort soms even bij mij. Maar goed, ik ga de weekvlog afsluiten. Ik wil je bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!